Leonie van der Graaf op een Nijklassementwinnares. Wie is dit de mooiste? Nou, dat weet ik trouwens net. Nee, ik nou net hoe nooit dat. Dat zou ik net weten. Het regelmatigst mooi vrij formatie per toer? Ja, absoluut. In uitnodiging net heel volle woen. Dus ja, tenminste op basis van de vrij formatie en natuurlijk dus de aardeling. Hoe komt het dat je hem zak goed wint? Nou, we winnen het hele seizoen vrij. En dat zit heel erg goed in. Zijn je dat ik viel zelf van oké, we groeien nou naar zo'n farm? Ja, nou weet je, het viel meer als een bevrijding. Dus van, nou, we kunnen lekker vrij je kind, hoe is net bezig te houden, maar oren dingen. Je kunt lekker je ding doen en ik denk dat, nou, dat, het gewoon, dat is gewoon heerlijk. Dat weer in basis van deze oorwinning van het dierklassement. Hoe lang is het nog terug? Nou, we hebben zijn dat we sowieso weg van dit van het komende seizoen, dat we nog een nieuwe keer zijn, dat sure weer wel. We maar krijgen hoe het rint en hoe alles gaat en dan kun je een ander wel beslissen om, om te, op te haren of naar weer terug te gaan. De PC, wie dat eigenlijk het ultieme vrije formatie gevoel? Ja, dat denk ik wel. Dat voelde ik wel echt als een bevrijding. Ja, omdat je ja, uiteindelijk wel elke keer als een toppertuur, ik als favoriete onwezen wil. En dat het dan krek net lukt. En dat nou ja, meerdere dingen van invloed west binnen op onze prestaties. En dat het dan ook wel lukt, dat voelt wel echt als een bevrijding. En ja, dat is wel heel mooi. Hoeveel invloed heeft dat op je, de alle randverschijnselen eromheen? Oh, nou, hè Steven? Nee, nou, dat het wel heel, nou, op sommige momenten wel heel serie. En dat krijg je dan wel, dat maakt het keertje zelf net leuker. Maar ja, dat is best en dat we nou doen, nou ja, dat is het belangrijkste. Is dat dan, ik was toch zo de bevrijding? Ja, dat is de bevrijding. Want hier is altijd het gevoel dat het meer tegenstanders hier dan het drie keertje als die in het veld hier is? Nou, ja, ze filmen het vaak wel. En dat je dat nou zo'n seizoen maar ziet draaien keert. Hè. Ik denk dat je daar maar ik alles ambitie van je aangooit als spatuur zijnde. En dat ook die mind en neem naar je tarantier. Is dat een voorgevoel idee van oké, we zijn onoverwinnelijk? Nou ja, je hebt gewoon heel soort zelfvertrouwen en je zit in een goede flow. En als dat zij is, dan ja, dat weet iedereen, dat is gewoon heerlijk. En dan, ja, dan gaat het goed en dan rollen het al je. Ja, dat is heel fijn. PC-keninginnen worden op Nij. Krijgt zo maar het seizoen wie dit het mooiste? Wie dat mooi de PC-keninginnen voelt dat ik? Nou, ik zei dat ik een overwinning had, dat was in eigen verhaal. Maar ja, deze weer natuurlijk prachtig. En, nou ja, koninginschap is leuk, maar nou ja, vooral dat wij als patuur doen, hè, dat is natuurlijk het voornaamste. Is dat een multiperend fijn in patuur, dat je hem dat zelf zou zeggen van oké, wij binnen een patuur? Sorry? Je bent een patuur, wij willen als patuur, als team vergeren? Ja, nou, dat is... Hier heb ik een hele goede boormachine, helemaal jammer erbij. En ze waren van een hele goede sfeer, een hele goede onderlinge boor. En we woonden in Graaf Alicette winnen en dat is nou ik lukt. En ik denk dat we, ik het doel van nu ze mooi bereikt. Ja, maar die hikte de chinoen die we al oorlog waren worden, hè? Die op een gegeven moment zei, je krijgt een zilveren wimpel. Ja, ja, en ik denk, misschien is het van haar, ik wil een bevrijding, dat weet ik net. Maar misschien, maar ik wil een bevrijding van, nou, de hen dat hek, dat is, dat, ja, dat kan van me aangooien. En ik hoorde net met chinoen om dat nog te winnen. Ja, want in haar zit alles, maar dan ik alles wat in sport zit, hè? Ja, ja, zoals het zo is. Het is een geweldige opslager en... ik denk, ze kunnen gewoon hier en mooi, maar dit had ze in ieder geval. En dat had ze ik dik verdienen. En hopen van haar dat er nog meer volgen. Een mooi keertseizoen hoor en op naar Takemier. Op naar Takemier.